Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Belkin. Dan mag er nu gekust worden. Blind Kiss. Mwah. Hoi, mijn naam is Amber en het is weer tijd om te zoenen. Dit is een nieuwe aflevering van Blind Kiss. Ik ga de hele zomer alle festivals af om te testen of je verliefd kunt worden na één zoen. En dit is onze eerste kandidaat. Roos is 20 jaar en in te huren als dinosaurus op kinderfeestjes. Dan is het niet gek dat ze nog niet de ware heeft ontmoet. Hallo Roos, hoe gaat het met je? Ja, ik ben een beetje nerveus. Ja, nerveus wel? Ja, dat wel. Nou, gaat helemaal goed komen. Ik ga natuurlijk voor jou op zoek naar matches, de allerleukste het liefst. Maar ja, vertel eens, waar val jij een beetje op? Ik val wel op mannen en vrouwen. Iets alternatief met gekleurd haar vind ik meestal wel gewoon nice. Zelf ben ik ook best wel alternatief. Ik denk dat ik het wel weet. Ik ga hartstikke mijn best doen en dan kom ik straks bij je terug, goed? Vragen. Ik zie jou nu en je hebt prachtig paars haar. Mag ik dat even eerst zeggen? Ja, dank je. En ik ben eigenlijk op zoek. Ik heb een meisje meegenomen uit het festival. En ik ben op zoek naar matches voor haar. En zij zei tegen me, ja, ik hou een beetje van alternatieve types met gekleurd haar. En dan zie ik jou en dan denk ik, wauw, wat ben jij een prachtige verschijning. Ben je toevallig nog single? Nee, helaas. Oh, dat vind ik al jammer. Hallo, oh. Jullie gaan helemaal lekker, zie ik. Ja, sowieso. Ook als het beste wat er is. Heb je al gezoend vandaag dan? Nee, tuurlijk niet. Doe ik niet aan. Doe je niet? Ik ben net de burger. Je bent een nette burger. Je zoent niet. Nee, hij doet het al. Dag dame, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Hoe gaat het met jou dan? Ja, ook goed. Ik heb een dame bij me en die is eigenlijk op zoek naar een andere dame. En ik ben een soort van de matchmaker en ik vroeg me af of jij daar interesse in hebt. Jij bent Cupido vandaag. Ik ben Cupido vandaag. Nou, dit is de dame in kwestie. Ze heet Roos. Dat is een leuke dame, toch? Kan wel. Ga ik wel even van mijn shirt veranderen, want ik werk. Maar je bent Ja, ik sta voor open. Ik sta voor open, sure. Oké, okay, nou top. Ik weet niet wat ze gaat doen, maar ze is er voor in. Hallo. Hoe gaat het? Goed, met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Hoe heet je? Faisal. Faisal, ben je toevallig single? Toevallig wel. Oké, want ik heb namelijk een dame bij me en ik ben op zoek naar matches voor haar. Nou, dit is de meid. Hey, mooie dame. Zou je met haar willen zoenen? Ja. Ja? Zou jij dat ook willen? Nou, ja, ik denk het wel. Oké, ja. Dan is ze me mooi meegenomen, ja, tuurlijk. Oké, nou, top. Omdat je met me meedoet, krijg je van mij alvast deze Belkin Powerbank. Ja. En dan mag je met me mee. Mwah. Even hier gaan staan voor mij. Zo. Nou Roos, je ziet ze niet, maar ik heb twee hele leuke matches voor jou gevonden. Ik ga straks één voor één bij je neerzetten. En dan mag je het zo romantisch mogelijk gaan kussen. En goed onthouden, nummer 1, nummer 2. Want je moet natuurlijk aan het einde een keus maken. Ja. En dan ga ik nu de eerste persoon bij je neerzetten. Okay. Dan mag er nu gekust worden. Nou Roos, een snelle reactie. Dit was de eerste kus. Ja, iets te veel lip. Iets te veel lip? Ja. Mwah. Maak het zo romantisch mogelijk. En dan mag er nu gezoend worden. Oké, Roos, de tweede kus. Die was wel beter dan de eerste, om eerlijk te zijn. Ja? Heb je het goed onthouden? Ja. Nummer 1 kan je ook nog goed onthouden? Ja. Ja. Oké, nou, dan ga ik straks je blinddoek afdoen en dan mag je een keuze maken. Oké, is goed. Nou Roos, dit zijn ze. Had je dit een beetje verwacht? Ik hoorde wel volle lippen, dus dan dacht ik al een beetje wat aan. Dus ja. Oké, nou, nu is het moment daar. Je mag een keuze maken. Waar voel jij meer bij? Zoen 1 of zoen 2? Zoen 2 vond ik net wat fijner. Oké, nou, dat is Dunja. Hoi. Dit is Roos. Hoi. Dunja en Roos, jullie mogen samen op date. Roos. Je hebt net gezoend met Dunja en je hebt een date gehad met Dunja. Wat vind je van Dunja? Oh, het is een heel lief meisje, ja. Had je dit verwacht eigenlijk?
Nee, nee, maar zo, ja, het is wel gewoon heel leuk. Nou, doe jij gefeliciteerd, want ze heeft voor jou gekozen. Ja, leuk, leuk, fijn. Wat vind je van Roos? Oh, ze is wel, ze is cute, ze is leuk. En dan toch de vraag, denk je dat je verliefd op iemand kunt worden na een eerste kus? Misschien wel, maar ik denk wel gewoon dat je wel meer moet praten misschien met iemand. Want ja, het kan misschien wel heel goed zoenen, maar ja, je weet niet echt hoe iemand praat en zo. Dat is het wel. Ja, zeker wel. Je apenbrein kan wel denken van, oh, deze persoon wil ik wel of die vind ik wel leuk. Dus ja, dat kan wel, denk ik. Dit was Blind Kiss alweer voor vandaag. Ik ben heel erg blij met de uitkomst, want ik vind Dunja en Roos echt super schattig. Vond jij dit nou ook een leuke aflevering? Laat dan even een like achter, een comment en abonneer op het kanaal van Slam. En kijk natuurlijk volgende week weer voor meer liefde naar Blind Kiss.